Goedemorgen. Wauw, wat is dat een ontzettend gaaf nummer. Abba, Vader, wij zijn uw zoons en dochters. Een paar jaar geleden had ik in Galaten gelezen en ik heb VWO gedaan. Ik had daar ook Grieks bij. Dus ik pakte dan graag mijn Griekse Bijbel erbij en toen had ik iets ontdekt in Galaten. En sindsdien vond ik dit lied een beetje irritant. En ik zong dus vaak expres, wij zijn uw zoons en zonen. Dat is handig dat dat in het Nederlands allebei kan. En ik vond dochters gewoon stom. In de kerk wordt ook heel vaak, dan staat er in de Bijbel broeders, geliefde broeders. En dan werd er altijd bij gezegd, ja dan moet je natuurlijk ook denken broeders en zusters. Dat vond ik heel irritant. Ik dacht, het staat er toch gewoon. En hoef je niet de hele tijd zo gekunsteld dat erbij te zeggen. We zijn toch gewoon vrouwen en mannen en we zijn gelijk, toch? Ik werk nu sinds 2 jaar in het ziekenhuis als dokter. En dat is ontzettend gaaf om te doen. En ook daar merk ik vaak dat verschil. Klein voorbeeld, ik werk bij de chirurgie. En dan werk ik onder supervisie van de chirurg. Maar ik ben dus wel zeg maar de baas op de afdeling. Dan ga ik 's ochtends langs al mijn patiënten. En dan vind ik het fijn om uit te leggen wat er precies gaat gebeuren. Welke operatie daar is. En ik werk in Amersfoort en hebben van die mooie whiteboards. En dan teken ik uit wat we precies gaan doen. Uw galblaas wordt verwijderd. Nou, hier zit hij dus. Het zal je verbazen, heel veel mensen weten niet precies wat er gebeuren gaat. En ze vinden het heel fijn als je dat uitlegt. Ik vind het altijd een beetje jammer als ik dat dan helemaal gedaan heb. En zeg, ah, dank u wel, dank u wel. En dan vraag ik, heeft u nog vragen? En dan zegt ze, ja, weet u wanneer de dokter komt? Ik ben de dokter. Er is blijkbaar iets in onze cultuur, in onze opvoeding, in de manier waarop wij het gewend zijn, dat kwartje niet valt. Dat wij dat zo automatisch niet meerekenen. En dat is waar ik vandaag iets verder over wil praten met jullie. Maar daar heb ik nog een heel stukje uitleg vooraf aan nodig. Dus alsjeblieft blijf bij de les en dan komen we er samen uit. En eens snap je waarom de titel zo is. Ik wil voorlezen uit Galaten 3, vers 15 tot 29. Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament. Een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo'n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat nakomelingen. Staat niet nakomelingen, alsof het velen betreft, maar het gaat om één. Je nakomeling. En die nakomeling is Christus. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte. Maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde. In de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest, ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar een bemiddelaar is niet nodig wanneer er maar één is die handelt. En God handelt alleen. Is de wet daarom in strijd met de belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap, tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons, totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Jezus Christus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus geworden bent, hebt u met Christus omkleed.
Er zijn dan geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent allen één met Jezus Christus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenaam volgens de belofte. Paulus schrijft een brief aan de Galaten. En Galatië was een streek ergens in het midden van Turkije. En er waren een aantal gemeenten waar Paulus onlangs geweest was. En hij had daar het goede nieuws gebracht. En de mensen waren heel enthousiast en ze hadden nieuwe kerken gesticht. En dan schrijft Paulus deze brief. En hij gaat er met gestrekt been in. Keiharde taal, dus een ontzettend felle brief. Als je kijkt naar de regels die mensen in die tijd gewend waren, dat noemen wij de Ars Rhetorica. Dat was een setje regels die Aristoteles, een filosoof nog een paar duizend jaar voordat Paulus leefde, als die Griekse filosoof had allerlei regels opgesteld. Hij zegt, als je aan de Ars Rhetorica, de kunst van de redenvoering, Latijn, als je je daaraan houdt, dan maak je indruk op mensen. Als je die regels volgt, kun je mensen overtuigen. En in de tijd van Paulus werd dat systeem ook geleerd. Dus als je naar de basisschool ging, werd dat er al ingestampt. En vandaag de dag doen we dat eigenlijk nog steeds. Als je een spreekbeurt houdt op school, begin je altijd even met een praatje. Goh, dit ben ik, je vertelt iets. Ik heb dat net ook gedaan. Als je een e-mail schrijft of een officiële brief, dan begin je liever niet met ik. Ik wil graag, dan zeg je ik bij deze schrijf ik. Dan maak je iets gekunsteld van om maar niet met ik te hoeven beginnen. Regels uit de Ars Rhetorica. We weten dat Paulus die regels kende, want heel veel andere brieven gaan wel volgens die regels. Maar bij Galaten, hele ding aan de kant. Hoofdstuk 1 en 2 begint hij met ik kom hierom, ik spreek daarom, ik. Wat hij heel duidelijk wil maken, hij blijft maar herhalen, ik ben niet door mensen gezonden. Ik spreek niet vanuit mijn opleiding. Ik spreek niet omdat het traditie is. Ik ben niet door de apostelen gezonden. Ik kom niet van mensen. Ik spreek alleen maar onder de autoriteit van God. Ik spreek omdat God mij gezonden heeft. Hij hemelt zichzelf als het ware op. Hij zegt, ik sta daar. En in vrij harde taal. En het wordt nog een stukje harder, want hij maakt een soort van conflict wat er speelde in de vroegere kerk, maakt heel zwart-wit. Er was een soort discussie. Paulus was in Galatië geweest. En even later kwamen er een aantal Joodse mensen die goed de Bijbel hadden gestudeerd. Die het Oude Testament heel goed kenden, al die regeltjes kenden. En die zeiden, ja, dat klopt wel wat Paulus zegt. Maar goed, Jezus was ook Joods, hè? En het is de Joodse God. Dus het zou een beetje gek zijn als je dan opeens al die regels die de Joden hebben, dat jullie die niet volgen. Ik bedoel, Joodse God, Joodse regels. Die heeft God tenslotte zelf gegeven. En daardoor zijn de Galaten een beetje in de war. Wat moeten we nou doen? Moeten we nou toch de wet volgen? En Paulus schetst dat heel zwart-wit. Hij plaatst zich ook haast tegenover de apostelen in Jeruzalem. En wat ik een beetje gemeen vind haast, hij schrijft ook op dat hij een ontmoeting had met Kefas. En dan bedoelt hij Petrus. Petrus, dat is de Hebreeuwse naam voor Petrus. Petrus was een van de discipelen die bij Jezus leefde. Die later ook apostel werd. Een van de grote kerkleiders. En in deze discussie, zeg maar Joden, niet-Joden, is het natuurlijk best wel hard om dan de Hebreeuwse naam voor Petrus te gebruiken. Je kan gewoon Petrus zeggen, Grieks. Het Griekse woord voor Petrus. En dan zegt hij die Hebreeër eigenlijk. Daarmee zet hij deze hele discussie op scherp. Moet je wel aan de wet houden of niet aan de wet houden? Wat hebben die twee nou met elkaar te maken? Zijn we nou gewoon gered door Jezus? Of dan toch de wet? Maar wat betekent die wet dan? Je kan je voorstellen dat door hoe Paulus dit allemaal brengt, hoofdstuk 1, 2, dat tegen de tijd dat je in hoofdstuk 3 aangekomen bent, dat die Galaten dachten, poef, oké, heftig. En dan hoofdstuk 3, bam, dwaze Galaten. Hoe kunnen jullie zo dwaas zijn? Wat heeft jullie in zijn macht gekregen?
Er is iets wat Paulus enorm raakt. En ik heb de Afrikaanse Bijbel erbij gepakt. Dat is de regel die je daaronder ziet. Omdat dat voor mij het nog duidelijker maakt. Paulus zegt, ik heb jullie toch Jezus verkondigd. Ik heb het toch verteld. Ik heb Christus zo duidelijk voor jullie beschrijf. Jullie konden hem als het ware zien hangen. Jullie konden hem als het ware aan het kruis zien hangen. Als je het zo bijna beeldend voor je ziet, als het zo tot je door is gedrongen, hoe kan het dan dat je al zo snel weer verzandt in regeltjes? Hebben jullie het dan niet begrepen? Dat doet een pijn. En ik denk dat dat is waarom Paulus zo egoïstisch ik begint. Ik denk dat dat is waarom hij zo snoeiharde toon aanslaat. Dit is belangrijk. Hier gaat iets falikant fout. Eigenlijk denk ik dat wij best op de Galaten lijken. Wij zijn ook niet Joden. Niet opgevoed in die regeltjes die zij hadden, die culturele dingen, alles waar je aan moet houden, die wetten. Het is best lastig, toch? Al die regels. Moet je daar nou mee? Ik heb wel eens met collega's op mijn werk ook over gehad. En die vroegen soms een beetje geruststellend, Annemiek. Jij bent toch niet zo'n christen die vindt dat alle goede mensen die niet in God geloven toch naar de hel gaan, toch? Een hele moeilijke vraag. Als ik heel erg goed leef, maar niet in God geloof, hoe zit dat dan? Is God dan genadig? Of geldt dan de wet? Maar stel dat je nou aan alle regels van de wet houdt. Dat zijn hele moeilijke vragen. Hoe moeten wij als niet-Joden nu, vandaag de dag, daarmee omgaan? Dat is de vraag die Paulus wil beantwoorden hier. En in het begin van hoofdstuk 3, dan eerst hakt hij erop in, dwaze gelaten. Hoe hebben jullie dit kunnen doen? Kunnen jullie hem nou vergeten? Hebben jullie Christus niet gezien? Bam, 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 keiharde vragen. En daarna poneert hij een aantal algemene stellingen waarvan iedereen het in die tijd mee eens was. Jullie kennen allemaal Abraham wel, door Abraham de belofte, door de belofte kwam redding. Zo is het, toch? En op dit punt, ik fiets hier even heel snel doorheen, concludeerde hij, de gelaten, iedereen in die tijd, en ik denk nu nog steeds, is het hiermee eens. Dat dit zo was, dat Abraham, dat God een belofte had gedaan aan Abraham, en dat daardoor wij zijn kinderen ook konden zijn, door die belofte. Maar dan kom je in de knoop met, maar de wet is toch ook gegeven? En dat is waar ik net begon met lezen ook. Een rechtsgeldig testament. Want waarom hebben we dan de wet? Paulus legt uit, je hebt de belofte en de wet is 430 jaar later gekomen. Die twee hebben niks met elkaar te maken. Die twee hebben niks met elkaar te maken, staan los van elkaar. Wij proberen die twee bij elkaar, God is genadig, een redding, en dan hebben we de wet. En we proberen dat in één potje te proppen. Paulus zegt, even uit elkaar. Het kan toch niet zo zijn dat God iets belooft, zegt, dit ga ik voor je doen. En dat hij 430 jaar later zegt, het is dus niet helemaal mogelijk. Ik heb nog een aantal regels. Dus als we daar, dan gaat het door. Zijn er hier mensen die bezig zijn met een rijbewijs halen? Ja. Wie betaalt daarvoor? En hebben zij daar regels voor gezegd wanneer ze betalen? Nee. Gewoon altijd. Ja. Nou, ik ken heel veel vrienden waarvan hun ouders zeiden, oké, je mag je rijbewijs halen, maar dan mag je niet roken. Bekend? Ja, wie heeft zo zijn rijbewijs betaald gekregen? Ja. Was wel een beetje flauw geweest als je ouders hadden gezegd, zeg maar na zo'n 10 lessen, ja, dat is goed, maar dan moet je vanaf nu ook elke avond de afwas doen. En als je dat doet,
Dan betalen we. Dan had je waarschijnlijk gezegd, maar dat is niet de afspraak. Dat is niet eerlijk. Ik rook niet, dus ik krijg mijn rijbewijs. Dat kan niet opeens. God doet een belofte. Dan is het niet opeens dat God heeft geconstateerd. Oh jeetje, dit is onhaalbaar. We doen er een wetje bij, want dan kan het wel. Of dan moeten die mensen tenminste even aan de slag. Dat is niet waarom de wet kwam. Even terug naar die belofte. Die belofte, en dan verwijst Paulus naar Abraham. Dat verhaal staat in Genesis 15, het eerste boek in de Bijbel. En in Genesis 15, Abraham heeft nog geen kinderen. En God belooft aan Abraham, jij zal zoveel nakomelingen krijgen als sterren aan de hemel. Probeer ze maar eens te tellen. En dan staat er, Abraham vertrouwde op God en daardoor werd hij als rechtvaardige gezien. Dus puur door op God te vertrouwen. Abraham geloofde wat God zei. Hij hield daaraan vast. Hij hoefde daar niks voor te doen. Er waren geen regels bij. God zei niet, als je dit en dit en dit doet, dan krijg je nakomelingen. God belooft dat. En wat ik zo mooi vind, is dat aan de ene kant Abraham dat gelooft. En tegelijkertijd, hij ook zegt, heeft u dan een teken voor mij? Blijkbaar kan dat. Blijkbaar kan je rotsvast vertrouwen hebben. Zeggen, God, ik geloof u, ik vertrouw op u, hier gaan we voor. En toch verlangen naar dat God het nog duidelijker voor je maakt. En dan zegt God, oké. En hij geeft Abraham de opdracht om een driejarige stier te halen, een driejarige ram, nogal dieren. En Abraham herkent dat. Dat is de manier waarop zij in die tijd een contract sloten. Op het moment dat de twee koningen tegenover elkaar stonden en ze iets aan elkaar beloofden, ging het op deze manier. Dus Abraham dacht, ach, dat ken ik, huppakee. Hij haalde die dieren. En dit wordt een beetje, als je het te grafisch denkt, is het een beetje vies hoor. Maar hij snijdt die dieren door de midden. Legt ze aan twee kanten neer, zodat je als het ware een pad hebt daartussendoor. En in die tijd gingen koningen dan, liepen tussen die dieren door en zeiden, als het ware, als ik me niet in deze belofte hou, laat dan met mij gebeuren wat er met die dieren gebeurde. Als ik me niet aan deze belofte hou, dan kan me mijn leven kosten. Zo erg meen ik dit, dat ik deze belofte nakom. Dat is nog eens wat anders dan een handtekening onder je arbeidscontract zetten. Menend. Leven of dood. Alleen dan valt Abraham in slaap. De enige die tussen deze dieren doorloopt, is God. Het is alsof God hier, als het ware, zijn leven op het spel zet. Die zegt, als ik deze belofte aan jou niet nakom, laat mij dan ophouden. Dit is wat ik aan jou beloof. Op leven en dood. Het is dus ook een belofte die niet van Abraham afhankelijk is. Hij is daar niet tussendoor geweest. Hij is niks beloofd en God heeft geen voorwaarden gesteld. Die kwamen pas veel later, die regels. Maar dan blijf ik toch een beetje, waarom heeft God dan de wet gegeven? Dan wordt het toch heel gecompliceerd van, als hij dat gewoon aan ons belooft, die regels hebben daar niks mee te maken, vind ik de wet vooral ontzettend lastig. Daar krijg ik ontzettend veel vragen van. En wat moeten we nou? Moeten we die regels nou wel of niet houden? En dan schrijft Paulus iets, het was voor mij echt een eye-opener. De wet maakt je bewust van zonde. De wet zorgt niet dat jij zondig wordt. Het was ook niet dat toen de wet kwam opeens allemaal zonden ontstonden zomaar. Alsof die daarvoor niet waren geweest. De wet was een soort spiegel waarin je opeens kan zien, ik ben vies. Die spiegel maakt jou niet vies. Een spiegel maakt jou trouwens ook niet schoon. De wet houdt ons een spiegel voor. En hoe langer wij in die wet, in die spiegel staren, hoe meer we zien dat we vies zijn. En dat we gewassen moeten worden, dat we gereinigd moeten worden. Die wet maakt ons niet schoon. Die spiegel kan je niet schoonmaken, dan moet je onder de douche stappen.
Paulus spreekt ook over de vloek van de wet. En ik heb ook een boek van Tim Keller gelezen en hij beschrijft die vloek als een soort van twee componenten. De wet is onhaalbaar. Hoe we ook in de spiegel staren, hoe hard we het zelf ook proberen, we kunnen gewoon nooit aan de wet voldoen. Dat is vreselijk. Weet je, we proberen dat soms een beetje zo te bagatelliseren. Ach, ik heb niemand vermoord, dus het zal toch wel meevallen. En dan zegt Jezus, ja, maar als je een hekel aan iemand hebt, heb je hem als het ware in gedachten ook vermoord. Als jij kijkt naar een andere vrouw, degene met wie je niet getrouwd bent, dan heb je als het ware overspel gepleegd. Jezus zegt niet, we moeten de wet niet klein maken omdat we denken, oh, dat is nooit haalbaar. De wet is nog veel groter. De wet gaat nog veel dieper. We zijn, als we goed in de spiegel kijken, viezer dan je op het eerste punt zou denken. En dat brengt ons bij dit tweede stukje van de vloek. Want als dat zo is, dan kan ik wel ontzettend mijn best doen om continu supergoed te leven. Maar dat is een beetje alsof ik een wit shirt aan heb en een heel kerstdiner goed heb gegeten. En dan met het laatste toetje toch nog jam op mijn shirt knoei. Dan kan het hele shirt in de was. Dan kan ik dat hele maaltijd zo netjes hebben gegeten. Dat heeft geen zin. Ik kan dan mijn hele leven 1000 keer door het groene stoplicht fietsen. En 1 keer door rood krijg ik toch wel echt een boete. Het is niet alsof die politieagent dan zegt, oh ja, nou ja, goh, ja, je hebt het ook heel vaak wel heel goed gedaan. Dus nou, rood is rood, fout is fout, vies is vies. De wet is de wet. Dus als je je daar niet aan houdt, al is het maar 1 keer. En dat is angstig. Dan ben je bang voor God. Want hoe goed je ook je best doet, elk moment kan je voor de bel. Elk moment kan het fout gaan. Elk moment kan je daar waar je zo goed mee bezig was, opeens weer kwijtraken. Dat is de vloek van de wet. Waarom dan de wet? Weet je, als de wet dan ons alleen maar die vragen geeft, alleen maar laat zien dat we vies zijn, alleen maar die vloek over ons geeft, dat we continu in angst moeten leven. Waarom heeft God ons dan in hemelsnaam de wet gegeven? Ik denk, en dat is wat Paulus ook zegt, omdat we alleen op die manier konden realiseren dat wij Gods genade nodig hadden. Hij heeft ons de wet gegeven om ons te pushen richting God. Alsjeblieft, zie dan dat het niet haalbaar is. Ga naar God. Het is alleen maar, je wordt alleen maar gered door verlossing. Alleen maar op die manier kunnen we bij God uitkomen. Zonder spiegel hadden we dat misschien niet eens doorgehad, hoe vies we waren. Als we die angst niet hadden gevoeld, hadden we misschien nooit doorgehad dat we bevrijding nodig hadden. Dat het zo fijn en goed is om in de vrijheid te kunnen leven. God geeft ons de wet om ons richting zijn genade te leiden. Om te laten zien hoe goed hij is. Zodat we ook doorhebben hoe groot zijn genade is. Als je niet ziet hoe vies je bent, heb je niet door hoe erg je gewassen moet worden. Als je niet weet hoe zondig je bent, weet je niet hoe erg je Jezus nodig hebt. Paulus heeft heel erg goed door dat is wat de gelaten eerst moeten onthouden. Het evangelie is allereerst de verkondiging van wat er voor ons gedaan is. En daarna pas instructies over wat wij allemaal moeten doen. Als je niet door hebt, je kon hem als het ware aan die kruis zien hangen. Als je dat niet keer op keer op keer weer inprent, dan, en je gaat met die instructies aan de slag, wat moet ik allemaal doen, ga je aan de boodschap voorbij. Dat is wat Paulus ontzettend goed duidelijk maakt hier. En dan zegt hij iets, en dan komen we weer terug waar ik helemaal aan het begin mee begon. Door het geloof in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. In de meeste vertalingen staat daar het woord kinderen. Maar als je naar het Grieks kijkt, staat daar huios, zoon.
U bent allen zonen van God. Dat is bizar, hè? We leven zeg maar onder het juk van de wet. We moeten die boete betalen voor de roodrijden. Dan zegt God niet simpelweg, oké, prima, boete, kwijtgescholden. Hij zegt, je gaat met een medaille naar huis. Je mag bij mij komen. We zijn niet vrijgesproken alleen maar. Hij zegt, ik wil dat je mijn kind bent. Dat is onwijs intiem. Zoals we net ook zongen en wat ook in hoofdstuk 4 hier vlak naast staat. Abba, Vader, we kunnen hem zo dichtbij aanspreken. We zijn als het ware gepromoveerd. God stopt niet met alleen maar, oké, nu ben je los van de wet. Hij zegt, ik wil dat je bij me komt. En Paulus schrijft dan, en ik geloof echt dat God dat zegt. Ik wil dat je mijn zoon bent. U bent allen zonen. Dat is voor in die tijd echt gek. En heel belangrijk. In die tijd was het niet gewoon dat je als vrouw, of vaak ook als jongste zoon, maar zeker als vrouw, had je geen recht op de erfenis. Dus als je ouders overleden, dan ging dat allemaal naar meestal de oudste zoon. En als er dan nog wat over was, naar de tweede, derde. Vrouwen. Terwijl Paulus hier zegt, of je nou slaaf bent of niet. Of je vrouw bent of man. Waar je ook vandaan komt. Jij bent allemaal zoon van God. We hebben allemaal op een gelijke manier recht op Gods erfenis. We zijn allemaal zijn zonen. Als het gaat om de genade van God, als het gaat om die belofte die God doet aan Abraham, en die dus nu ook voor ons geldt als wij in hem geloven, daar zit helemaal geen verschil meer. Dat valt weg. Daarom was het dat ik heel vaak zong, wij zijn uw zoons en zonen. Omdat dit zo'n kardinaal verschil is. Het is zo belangrijk om je te realiseren dat je als vrouw niet minder bent of een. Natuurlijk zijn we verschillend, maar wij hebben net als de Joden toen, net als de Galaten toen, een gelijk deel aan de hemel. Een gelijk deel aan wat God aan ons wil geven. Wij zijn allemaal zonen. Dat is waarom Paulus zo aan het hart ging, waarom hij zo hard van stapel liep. De redding van de Galaten stond op het spel. De eenheid van de kerk stond op het spel. Paulus realiseerde zich, als jij niet doorhebt dat wij één zijn met God, we zijn zijn kinderen. Als jij niet doorhebt dat wij één zijn met Jezus, hij heeft onze plaats ingenomen. En dat zien we, hoe belangrijk dat was door de wet. Dan zie je niet hoe belangrijk het is om één te zijn als kerk. Wij zijn allemaal zonen. Laten we bidden voordat we dit ook nog gaan zingen. Goede God. Dank u. Dank u voor de belofte die u gaf. Dank u wel dat u ons niet een set aan regels heeft gegeven om ons te kleineren. Om ons duidelijk te maken dat we niets nuttig zijn. Dank u wel dat u uw belofte gaf. En ons wilde laten zien hoe genadig u bent. Dank u wel juist voor de wet, voor al die regels. Dat we daardoor kunnen zien hoe groot u bent. Hoe hard we u nodig hebben elke dag weer. Help ons om u te blijven zien. Dat we elke keer als we verzanden in die regels, elke keer als we denken ik ben niet goed genoeg, ik voldoe niet, ik red het niet. Dat we dan elke keer weer terug kunnen denken aan dat we u als het ware aan het kruis konden zien hangen. Dat alleen door uw dood, alleen door uw redding, wij bij u kunnen komen. Dat wij daar niks aan af kunnen doen en niks aan bij kunnen dragen. God, dank u wel voor het kruis. Amen.